Dag lieve vrienden, hoe is je daar? Hoi. Nou, hier is ook wel oké. Ook wel oké. Dus niet helemaal toppie. Heeft met een aantal dingetjes te maken. Ik woon midden in het centrum. En op een of andere manier hebben zo wel de bedrijven als gewone buren van mij allemaal bedacht om mensen met schuurapparaten uit te nodigen. Er wordt om mij heen een potje geschuurd, daar word je maar dood en doodmoe van. Geluid, het maakt me gek. Het hemelstergende, bloedstelpende. Je zal het straks ook wel weer horen. Gek word je ervan. Hey, maar goed, laten we niet zeuren. Laten we kijken wat we onder het doosje hebben. Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Ach, weer pepernoten. En dan maak ik inderdaad weer de oude klassieke fout. Dit zijn geen pepernoten, maar kruidnoten. In dit geval allemaal smaken van de Albert Heijn. Nou, dat hebben we toch laatst ook al gedaan. Allemaal pepernoten gereviewd. Van wie was dat dan eigenlijk? Oh ja, dat weet ik weer. Dat is van Bolletje. Maar goed, ik snap Achmedje wel. De supermarkten liggen helemaal afgevuld met spul voor Sinterklaas. Punt is alleen, je ziet niet echt dat het voor Sinterklaas is. Want die gore lafbekken hebben natuurlijk Zwarte Piet weggepoetst. En maken een soort van, ja, gewoon een soort van feest. Ja, december is een feestmaand. En dan eet je kruidnoten, ja, wat de oorsprong daarvan is. Kijk, want hier, ik zit nu naar die zakjes te kijken. Wat zien we? Daken, ja. En we zien bomen. Hier, daken en bomen. Daken en bomen. En daken en bomen. Wat hebben daken er nou mee te maken, Albert Heijn, met die decemberfeestmaand? Ja, vroeger liep daar dan Zwarte Piet en Sinterklaas op. Maar dat durven jullie niet meer op je zakje te printen. Uit angsten voor hele gevoelige enge mensjes. Dus als jij dan zo krampachtig probeert te voorkomen om een link te leggen naar Sinterklaas en Zwarte Piet. Ongelooflijke gore lafbek. Waarom dan wel een dak? Doe dan ook geen dak. Doe dan ook geen dak. Ja, het is niet van, laten we dan een dak erop doen. Dan begrijpen mensen wel wie daarop zou moeten lopen, hè? In de maand december. Nee, nee. Doe dat dan ook niet. Doe dat dan ook niet. God, ben ik nou toch alweer chagrijnig door het kinderfeest. Iedere keer weer. Nou, wat hebben we? Want gewone kruidnoten, dat kan niet meer. Gewoon bestaat niet meer, hè, mensen. Bestel maar eens een gewone koffie in een restaurant als je aan het binnenkomt zonder QR-code. En dan zeg je, wat voor koffie wil je? Gewone koffie. Zeggen ze, dat zeggen ze niet. Ik stik het even weer. Dan zeggen ze, ja, wat wilt u dan? Wilt u koffie latte, cappuccino, macchiato, espresso, dubbele espresso? Nee, ik wil koffie. Ja, maar wat voor koffie wilt u dan? Zwarte koffie. Oh, racist. Neem maar even serieus. Gewoon bestaat niet meer. Ga eens naar een drogisterij. En ga naar zo'n type die daar staat en vraagt. Dag, heeft u ook shampoo voor gewoon haar? Mens slaat op tilt. Mens slaat volledig op tilt. Je zegt, gewoon haar? Nee, we hebben voor afgekloven puntjes of zo heet dat. En we hebben voor krullen. En we hebben voor blond haar. En we hebben ook voor kroeshaar. En we hebben voor mensen die kalend zijn. En we hebben, nee, ik zoek eigenlijk gewoon shampoo voor gewoon haar. Ja, dat verkopen we meer. Gewoon of normaal bestaat niet meer in de wereld. Nou, dat zien we dus ook. Wat voor dikke sticker in aan de kruidnootjes van Albert Heijn. Want Albert Heijn, de grootgrutter, die vuile lafbek, die Sinterklaas. En dan wel met het suikerfeest, zo'n heel hoekie met allemaal halve maandjes neerzetten. Want dan durven ze het opeens wel, hè? Want dan is het wel goed. Want dan krijgen ze geen gezeik meer van de linkse media. Nee, die zeggen, oh, goed gedaan, lekker inclusief. En ons eigen Sinterklaas Zwarte Pietfeest, dat moet dan weg. Dat moet weggepoetst worden. Nou, ik zal je vertellen, ik koop die troep dus niet. Ik koop dus niet Sinterklaas Zwarte Piet troep in bedrijven die net doen of Sinterklaas is. Wat is dit nou weer voor gepiep? Helemaal gestoord van. Sinterklaas en Zwarte Piet proberen weg te poetsen, maar wel geld verdienen. Hè?
als je dan echt een kerel bent, Albert Heijn, dan zeg je namelijk gewoon, nee, we doen er helemaal niet meer aan. Laat ze maar de tering genieten met een kruidnoten en een roomboterstaaf erbij. We doen het niet, want wij vinden het een verschrikkelijk niet divers feestje. We stoppen erbij. Nee, wel de hele winkel afladen met die zoete meuk, wat gelieerd is aan een feest waar je eigenlijk jezelf niet aan wil lieren. Weet je wat je dan bent? Precies, een gore lafbek. Nou, gewoon bestaat niet. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben deze kruidnoten opgepumpt. Nou, hazelnoot, kruidnoten met echte stukjes hazelnoot. Ongelooflijk, echte stukjes hazelnoot in hazelnoot. Zo, Albert Heijn, man zeg, ongelooflijk. En dan hebben we hier confetti kruidnoten, want alles is een feestje, zolang het maar geen Sinterklaas en Zwarte Piet feestje is bij Albert Heijn. Dan hebben we truffelnootjes, waarom niet? God mag weten wat dat nog meer is. Oh, dat ziet alweer uit, het vieze chocoladebende. En dan hebben we karamel zeezoutnootjes. Want dames en heren, jongens en meisjes, tegenwoordig zijn dus twee smaken wat overal in zit. Dat is karamel zeezout en cheesecake. Het zal allebei niet te vreten. Maar goed, het zal maar wel. Dit wordt geen vriendelijke review. Mensen zullen dat denk ik wegklikken. Want die hebben geen zin meer in die boosje dan. Maar daag me dan niet uit. Dan beginnen we wel met de hazelnoot. Kruidnootjes van de Algerijn. Echte stukjes. Nou ja, er zit dus een beetje chocola omheen. En stukjes, echte stukjes hazelnoot in de hazelnoot. Die voorheen door die hele aardige meneer met die de hoed, met die veer op zijn kanus werd uitgesdeeld. Maar dat mag ook niet meer. Niet alleen mag die meneer niet meer. Nee. Hij mag ook geen pepernoot meer strooien. Dan krijg ik namelijk corona van. Wat vinden we van dit? Hazelnoot kruidnootje. Prima. Ja. Ik ben niet zo'n chocoladeliefhebber. Maar het hazelnootje in het chocolade is altijd goed. Kruidnootje erin. Prima smaakcombinatie. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ondanks die schurfhekel die ik aan Albert Heijn begin te krijgen. Eerlijk is eerlijk. Wat hebben we hier? Karamel zeezoutnootje. Die zijn al wat groter. Dus er zal wel zo'n chocolade yoghurt cookie omheen zitten. Ja. Dat is een groter nootje dan het hazelnootje. Nou. Ja. Ik heb een hekel aan karamel. Geef jullie toe, niet een zeezout. Maar dit is niet vies. Dus ook dit is een prima nootje. Nou, dan komt weer een hele vrachtwagencombinatie voorbij. Er wordt niet geschuurd, maar wat is dit nou weer? Iemand uit het platteland gewoon, ik kan het niet meer aan. Het confetti nootje is wit met allemaal stippies. Want dat is een confetti, want het is feest. Nou, dat is een kruidnootje. Met een zoet yoghurtlaagje omheen. Het is dus ook niet vies, of vriend. Mag wel leiden dat het truffelnootje niet de bunker is. Oh, kijk. Daar zit dus van dat cacaopoeder omheen. Zoals bij een chocoladetruffel. Dus het is een chocoladetruffel kruidnootje. Mmm. Kolieren. Is ook lekker. Ik geef eerlijk toe dat door al mijn kwaadheid en boosheid over Albert Heijn en het ontbreken van Sinterklaas Zwarte Piet op de verpakking, maar dat ze dan wel daken erop gaan plaatsen. Al mijn kwaadheid en frustratie hoopte ik dat het niet tevreden was wat ik hier onder het doosje heb gevonden. Dat meestal is dat ook niet zo, want ik hou niet van zoet. Er zit nog karamel om, hou ik ook niet van. Er zit van die goedkope melkchocola omheen, hou ik ook niet van. Nou, hier heb je dan van het vieze yoghurt-chocola-achtige dingetje erom, zo'n korsie eromheen. Hou ik ook niet zo erg van. En van chocoladetruffels hou ik wel, want ik ben een chique poes. Dus ik hoopte dat het om te kotsen was. En dat ik zou zeggen, dit is niet te vreten. Punt is, het is prima te doen. Ja, die credits geven jullie dan ook.
Want ik ben geen valsspeler. Tijd voor de cijfertjes. De laatste zijn deze. De confetti kruidnoten. Waarom? Dus is eigenlijk, ja, je weet niet wat voor smaak het heeft. Er zit een kruidnootje met zo'n chocolade en yoghurt laag eromheen. Hebben ze dan stippeltjes opgegooid. Hartstikke leuk, maar smaakt uiteindelijk naar niks. Maar gewoon een prima nootje, dat is dan een 6. De karamel zeezout krijgt van mij al een 7. Waarom? Omdat het is lekker. En meestal vind ik karamel misselijkmakend en vervelend. Maar deze is gewoon lekker. Die krijgt van mij een 7. Ja. Oh, de kruidnootjes met chocola en hazelnoot krijgt van mij ook een 7. Want die zijn ook gewoon prima te doen. Gewoon lekker prima te doen. Niet het hele zakje opeten, maar dan ga je spugen. Maar ja, het is gewoon een goed nootje. En het is ongelooflijk. Maar dit nootje, dat truffelnootje, is heerlijk. Echt een lekker nootje. Krijg mij een 8. Ik hoop dat we binnenkort weer allemaal normaal kunnen doen, ja? Dat iedereen zijn eigen feestje kan vieren, ja? Dus sommige mensen die eten graag bepaalde dieren niet. Andere die mensen die zitten te knikkenbollen tegen een muur aan. En wij vinden het leuk als een donker gesminkte meneer pepernoten in de rond sodemietert. Ieder zijn dingetje, maar laten we het zo houden, ja? Oké, bedankt. Dag.